flies. They simply spread their wings. The sun shines, it don't ask why or what the whole thing means. The same applies to you and I. We never question that. So good, it's understood. Ain't no conjecture, just a matter of fact. Love is a wonderful thing. Makes you smile through the pouring rain. Love is a wonderful thing. I'll say it again, Een hele goede avond allemaal. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe reeks Love Letters. Een programma dat al 15 jaar bestaat. En dat is heel zeldzaam tegenwoordig. Natuurlijk blijft het allemaal draaien om romantiek en eeuwige trouw. Maar we hebben een nieuw hoogtepuntje. En als ik zeg hoogtepuntje, dan bedoel ik ook letterlijk hoogtepuntje. Kijkt u even mee. Wat zich daarboven af gaat spelen, dat ga ik u straks haarfijn uitleggen. Maar we beginnen natuurlijk met het allerlekkerste. Een prachtig aanzoek. Zo eentje waarbij je door de aanzwellende muziek en het snikkende ja heerlijk mee kan huilen. Wim en Heidi zaten op dezelfde middelbare school, maar leerden elkaar pas echt kennen toen er een schoolreisje naar Londen werd georganiseerd. Ondanks dat Wim in zijn gabberperiode zat, inclusief weggeschoren haar, werd Heidi verliefd op zijn staalblauwe ogen en sexy lachje. 6 jaar later verrast Wim haar op de plek waar het allemaal begon. Nou, we zijn hier in Londen. 6 jaar geleden waren wij hier met onze middelbare school op schoolreisje. Toen kwamen we op Piccadilly Circus uit. Daar heb ik Heidi toen voor het eerst ontmoet. En zodoende leek het mij een leuk idee. En een mooie locatie om haar op diezelfde plek 6 jaar later ten huwelijk te vragen. Heidi is hier ook in Londen, samen met een vriendin van haar. Ze heeft geen idee dat ik hier rondloop. Dus het wordt dadelijk één hele grote verrassing voor haar als ik daar in één keer voor de neus sta. Ik heb een heel lief briefje voor je geschreven. Dat briefje overhandig ik zo meteen aan een levend standbeeld. Dat wordt eigenlijk op Piccadilly Circus aan Heidi overhandigd. En dan vraag ik in het briefje dan of ze naar me toe wil komen. Ik denk dat ze heel erg verrast is. Ze heeft al gezegd dat ze niet gaat huilen. Maar ja, ik ben benieuwd. Lieve Heidi, hier is het allemaal begonnen tussen ons. Stap op de bus en kom naar me toe. Ik wacht op je. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik wil het niet huilen. Ik wil echt. Ik hou van je! Hey.
Maar hier heb ik al 6 jaar geleden wat is het moet. Kijk, zo'n mooie meid. Echt. Je had zo'n mooi bos met een hele lieve glimlach. En altijd wil ik weer meer van je gaan houden. We hebben een hele plan al gemaakt om een huisje te kopen. Misschien kinderen. Maar deze stap wil ik er wel vast mee gaan maken. Heeft me vertrouwd. Ja. Die doos helemaal ver weggezet van jou, ja, alsjeblieft. Oh. Ik kan het me voorstellen hoor. Ik vond het ook weer, ik wil helemaal niet huilen, maar ik begin alweer. Ja, dat geeft toch niks? Dat is een prachtig aanzoek op de plek waar het tussen jullie allemaal begon. Ja, dat klopt. En jij begon al met snotteren toen je dat briefje kreeg, omdat je volgens mij op dat moment al wist van, nou ja, hij gaat me een aanzoek doen of niet. Nou, we hadden sowieso al vaak over trouwen gehad, maar ja, ik kon me gewoon niet voorstellen dat hij daar het zou doen en dat het zo zou gebeuren, dat had ik gewoon nooit verwacht. Dus ja, het kwam gewoon heel erg hard aan op dat moment. Op de bus zat je te snotteren toen je hem zag, begon je weer te huilen. Maar hij is echt fantastisch geworden. Maar normaal ben ik niet zo na. Normaal ben je lachen, Becky. Ja, nou, dat gaan we ook nog meemaken vanavond. Nou, dat hoop ik. Door loting is bepaald dat Wim en Heidi beginnen en het hoe goed ken je elkaar spel moeten spelen. En Wim, daarvoor moet jij even plaatsnemen op de kruk en even de koptelefoon opzetten. Heidi krijgt namelijk 10 vragen die ze moet proberen te beantwoorden binnen 50 seconden. Zo goed mogelijk. Daarna krijgt Wim dezelfde vragen. En als het jullie lukt om er 6 van de 10 dezelfde antwoorden op te geven, dan verdienen jullie de eerste 25 punten. Oké. Is het duidelijk? Zeg in elk geval iets, hè? Want als je niks zegt, is het altijd fout. Oké. Concentreer je, zo snel mogelijk, 50 seconden, daar gaat-ie. Met welke acteur zou jij wel eens een avondje uit willen? Met Jules Hartnett. Hoeveel zwemdiploma's heeft Wim? Ik geloof 2. Als jullie een dochter krijgen, heet ze? Nikki. Waar gingen jullie heen op het allereerste afspraakje? Naar de film The Titanic. Waar ging jullie laatste ruzie over? Geld. Wat lust jij absoluut niet? Ik lust alles. Zijn vader komt uit een gezin met hoeveel kinderen? Oh jee. 4 in totaal. Hoeveel? 4. Deze zomer willen jullie op vakantie naar? We gaan niet op vakantie, we gaan op wintersport. Wintersport, ja. Het belangrijkste in jullie relatie is? Seks. Als hij vreemd gaat, wordt het praten, schreeuwen of uit elkaar? Schreeuwen. Absoluut. Oké, tijd is om. Okay. Je had nog 2 seconden, maar heel goed. Ja, je hebt ze allemaal beantwoord. Dat is het allerbelangrijkste. Wim, de koptelefoon mag af. Kom er maar bij. We hebben er flink uit zitten horen en we gaan jou dezelfde vragen stellen. Niet met elkaar praten, gewoon geruisloos gaan zitten. En antwoord geven op de volgende 10 vragen. Je hebt 50 seconden. Daar gaat hij. De tijd loopt. Met welke acteur zou hij die wel eens een avondje uit willen? Hoe heet hij ook alweer? Zullen we doorgaan? Ja, van... Hoeveel zwemdiploma's heb jij? 1. Als jullie een dochter krijgen, heet ze? Amber. Waar gingen jullie heen op het allereerste afspraakje? Naar Titanic. Goed. Waar ging jullie laatste ruzie over? Dat zou ik niet weten. Nee, weet ik even niet. Wat lust hij die absoluut niet? Zeg wat. Nee, ik kom even zo niet op. Jouw vader komt uit een gezin met hoeveel kinderen? 4. Ja. Deze zomer willen jullie op vakantie naar... We gaan op vakantie. We gaan... Op wintersport. Ja, goed. Het belangrijkste in jullie relatie is... Seks. Ja. Als je vreemd gaat, wordt het praten, schreeuwen of uit elkaar? Als je vreemd gaat, praten... Uit elkaar. Uit elkaar. Ja. Nou, zij dat meer aan schreeuwen. Ik vrees dat het er iets te weinig zijn, jongens. Ja, die acteur waar je niet op kon komen, ik had ook nog nooit van een goede man gehoord hoor, is Josh Hartnett. Oh ja, ja, ik wist wel in welk film ik mee op zijn naam kon. Je kon niet op zijn naam komen. Zij dacht dat je 2 zwemdiplomas had, maar dat vergeven we. De naam van jullie dochter moet nog even uitgesproken worden. Wel Nicky, ja, Amber Nicky. Ja, Amber vindt hij leuk, ja. Nou weet je, het is niet zo heel erg, want je kunt het straks allemaal weer inhalen. We zien jullie in de 2e ronde terug. Jullie hadden er 4, het moesten er 6 zijn. Bedankt, tot zometeen. En wij gaan kijken naar Angelique en Jenny.
enthousiaste familie meegenomen. We gaan lekker zitten. Als je verliefd bent op je meisje, dan wil je haar ten huwelijk vragen met iets waar ze echt blij van wordt. In het geval van Angelique Kompeer is dat de musical The Lion King. Maar ja, je wilt ook origineel zijn en musical aanzoeken waren er al vaker. Dus regelde Angelique's grote liefde Jerry Inne mee dat het aanzoek niet in het theater plaatsvond, maar dat het theater naar haar kwam in een dierentuin in Arnhem. Ik heb Angelique ontmoet in een discotheek op Scheveningen. Ik had toen al lang haar en dat vond zij mij niet zo staan, dus zou het er maar een keer af moeten, want ze was kapster. Dus zij heeft er afgeknipt en er moest natuurlijk wat tegenover staan. Sindsdien zijn we al 6 jaar bij elkaar. Ik loop hier in een hele mooie dierentuin. Perfecte locatie om een aanzoek te doen voor Angelique. En met haar gekte voor het musical zoals The Lion King heb ik de cast weten te regelen om een heel romantisch liedje te zingen voor haar. En dat ik daar mijn aanzoek bij kan doen. Ik vind Angelique zo geweldig, van toen nog haar blonde lokken, haar heerlijke vurige karakter en de prachtige sproetjes die zo ondeugend maken. Kom je mee. Ze komt er bijna aan. Goed spannend. Sterker. Succes. Dankjewel. Uit mijn jeugd, ik kan het niet, dan loopt ze van me weg. Hij heeft zoveel geheimen en deelt ze niet met mij. Die koning die ik diep van binnen zie, die koning is niet vrij. Voel je hoe de liefde groeit in deze jungle. Verwacht je niet, hè? Weet je het nog, de eerste ontmoeting? Jij met je brutale sproetjes, vurig karakter, toen mijn blonde haar. Ik met mijn afschuwelijke matje. Ja, die moest er al. Maar die moest er al tegenover staan. Inmiddels zijn we 6 jaar verder. En vanaf dag 1 vroeg je me al gelijk, wanneer gaan we nou trouwen? Wanneer hebben we nou dat feestje? En ik heb nu een vraag voor jou. Wil je alsjeblieft met me trouwen?
kunnen allemaal terug naar de make-up, geloof ik, ja. Hoe vond je dat, een privévoorstelling van The Lion King? Ik dacht dus echt dat het gewoon voor mezelf was. Ik had helemaal geen idee dat het voor een programma was. Je dacht gewoon, nou, het is altijd in een dierentuin. Ja. Komen zo de hoofdrolspelers uit The Lion King even langs. En dat hoort erbij, dacht je even. Even wel. Echt waar. Pas toen je hem zag, dacht je van, goh, ik word ten huwelijk gevraagd? Ik was hem wel aan het zoeken. Ja, ik zag je met je ogen een beetje zo heen en weer gaan van waar blijft hij nou? En wij bedanken natuurlijk heel hartelijk de hoofdrolspelers van The Lion King dat ze meegewerkt hebben. De hele cast, het was prachtig. En Jerry, het begon tussen jullie allemaal met een knipbeurt. Want jij had een matje in je nek. Ja. En dat vond ze niks. En toen? Nee, het was niet zo vol matje. Dus, het viel wel mee. Kapster. En ze vond toch wel dat het eraf moest. Ja, toen zei ik van, nou, daar moet maar wat tegenover staan dan. Nou, en? Dat was? Toen zei ze van, nou, ben ik voor één dag een je vriendin. Ja, dat is uiteindelijk wat langer geworden. Ik wou net zeggen, het is inmiddels 6 jaar je vriendin. Ja. Jullie zijn heel verschillend, hè, Angelique? Ja. Waarin? Hij is heel rustig. Ik ben heel chaotisch. Ja? Hij is geen prater. En jij wel? Een beetje te veel. Ja. Dus, Jullie vullen elkaar lekker aan, zeg maar. Ja. Zullen we het eerste spel maar gaan spelen? Ja. Gewoon doen, voor 25 punten. Het spel dat Jerry en Angelique voor de kiezer krijgen om die eerste 25 punten te scoren, heeft alles te maken met smaak, voorkeur en lust. En om het goed te kunnen spelen, moeten we helaas Angelique even verwijderen. Dus Angelique, zou je even die kant op willen lopen? We zien jou zo terug. En omdat we gewoon zeker weten dat Jerry de vrouw van zijn leven in Angelique al lang gevonden heeft en hij straks natuurlijk elke verleiding weerstaat, durven we het wel aan om hem te confronteren met 7 superstrakke, bloedmooie single meiden. Want dit, lieve Jerry, ga jij namelijk allemaal opgeven. Kom maar binnen, dames. Nou dan, daar word je even stil van, hè? Ik laat spontaan mijn pen vallen. Stel nou eventjes, Jerry, je had Angelique niet. Denk je even in, je bent jong, je bent single en je staat in een café en deze 7 dames vinden jou alle 7 woest aantrekkelijk. Met welk van de 7 zou jij dan wel een tijdje door willen brengen? Ja, dat is moeilijk. Ja, hè? Ja. Het moet er 1 zijn. Het moet zijn, ja, liever wel. Dat is wel wat makkelijker voor Angelique om dan te kiezen. Want als het er meer zijn, wordt het wel heel lastig. Kijk even goed, waar val je op bij vrouwen? Waar let je op? Wat vind je belangrijk? Donker haar. Donker? Ja, ondanks de blonde lokken van vroeger is het nou donker haar. Je valt op donker? Ja. Ik zou geen schijn van kans hebben bij je dus, zeg maar. Nee, minder. Nee, dank je. Nou, dan valt er wel wat af. Want er staan ook wel blondines tussen. Weet je wat, schrijf jij gewoon het nummer van het meisje van je voorkeur hierop. Kijk nog even goed. Oké. Goh, dat had ik niet verwacht. Nou, dan mag jij de pen en dit bord meenemen. Lekker gaan zitten. Jouw zware taak zit er alweer op, jongen. De meisjes gaan van plaats wisselen. Jij mag die kant op. En wij gaan Angelique weer tevoorschijn toveren. Kom maar, Angelique. Kom er maar bij. Hoi. Hi. Nou, kijk eens even hier. Wij hebben Jerry gevraagd met welke van deze 7 kanjers hij, als hij jou niet had, hè, dat heb ik er heel duidelijk bij gezegd, wel eens een beschuitje zou willen eten. Toen heeft hij een nummer opgeschreven en ik ga jou straks vragen welk van deze meisjes jij denkt dat het is. Maar je krijgt de mogelijkheid een aantal meisjes weg te spelen. Als je even naar de videowall kijkt, dan zie je daar 12 foto's van bekende Nederlandse vrouwen. 6 van die vrouwen hebben naakt geposeerd in de Playboy. Voor ieder goed antwoord speel je 1 meisje die het niet is weg. Die verlaat dan het podium. Dus als je ze alle 6 goed zou hebben, hoef je niet eens meer te kiezen. Dan blijft automatisch die ene over. Daarvoor heb je 1 minuut de tijd. Is het allemaal duidelijk? Ja. Nou, dan gaan we. De tijd loopt nu. Wie ging uit de kleren voor Playboy? Danielle Overgaag. Danielle Overgaag. Bloot in de Playboy? Nee. Inge de Bruin. Inge de Bruin, heeft die bloot in de Playboy gestaan? Ook niet. Nog 4. Isa Hoes. Isa Hoes, bloot? Ja, gelukkig, zou ik bijna zeggen. Die is goed, 1 meisje minder. Het zijn er nog 6. De volgende.
Marije Kozen. Wie? Meer naar Kozen. Meer naar Gozen. Daar rechtsonder. Meer naar Gozen. Ja, is goed. Nog twee. Weer een meisje minder. Daphne Bunskoek. Daphne Bunskoek. Bloot in de Playboy. Nee, die heeft het ook nog nooit gedaan. Nog eentje en neem een goeie, want anders blijven er zoveel over. Journey Kaagman. Journey Kaagman, bloot in de Playboy. Ja, wel heel lang geleden, maar ze heeft het wel gedaan. En dat betekent dat er 1, 2, 3, 4 meisjes overgebleven zijn. Kijk ze even heel goed aan, alle vier, en denk even aan Jerry. Welke van deze vier vindt hij, denk jij, de aantrekkelijkste? De meest linkse. En waarom? Waarom denk je dat? Lang, donker haar. Hij valt op de donker. Ja? Maar ja, die andere twee zijn ook redelijk donker, hè? Ja, ik vind het de mooiste. Dat vind jij de mooiste? Het linkermeisje daar. Ja. Die nemen we? Ja. Mag ik even van jou weten welk nummer jij in je tasje hebt? En dat is nummer 4. En we gaan nu kijken wat Jerry opgeschreven heeft. Kom maar mee. Ga maar lekker zitten. Als Jerry ook 4 op zijn bordje heeft staan, hebben jullie de eerste 25 punten binnen. Dat zou best lekker zijn volgens mij. Jerry, toon het op camera en laat me zien welke heb jij gekozen. Nummer 4. 25 punten voor Jerry en Angelique. Hartstikke goed. En wij gaan heel snel naar het laatste koppel van vanavond. En dat zijn Margriet en Menno. Ga lekker zitten. Margriet Berg en Menno Buursma werden verliefd in een containerbak. Dat klinkt misschien gek, maar in die bak werd Menno rondgereden door het dorp om te vieren dat hij een voetbalkampioenschap gewonnen had. Ondanks dat Margriet pas 15 was, voelde ze aan haar water, dit is hem. En het werd hem ook. Inmiddels zijn we 9 jaar verder en hebben ze een prachtige zoon van 2 jaar en een heerlijk huis in het Friese Marrum. Het enige dat ontbreekt is een trouwboekje en daar werden wij voor ingeschakeld. 1, 2, 3, go! Ik ben nu op het circuit in Zandvoort. Ik heb Menno hierheen gelokt, want Menno's allergrootste passie is de Formule 1. Voor elke bocht heb je een ideale lijn. Wat is de ideale lijn? De ideale lijn is de snelste weg op het circuit. Ik weet dat hij dat geweldig zou vinden om in zo'n auto te kunnen rijden. Ik probeer rustig in die stoel te blijven zitten en dat stuur door te geven. Het ging als een speer bij de slalom, maar de behendigheid, dat missen we eigenlijk. Ja, Menno kan heel eigenwijs zijn, maar ondanks alles is hij de liefste en de zorgzaamste man van de hele wereld. Hij maakt mij heel gelukkig en hij is de allerliefste vader voor onze zoon. Gaan we lekker knallen vandaag. Zijn er nog vragen? En het leek mij een fantastisch idee om hem op zo'n manier ten huwelijk te kunnen vragen. Ik weet dat de Formule 1 jouw allergrootste passie is. Daarom heb ik je hierheen gestuurd.
om je wat te vragen. Meer dan los met mijn vader. Absoluut. Lekker als je een man hebt die zo kan reageren, ja, hè? Hollanders willen nog wel zeggen, ja joh, met jou altijd joh. En dan heb je zo'n man die gewoon in tranen zegt, ja, ja. Dat is zo lekker. Ja, mooie reactie, Menno. Echt beter kon het niet. Nee, ja. Margriet, wat is er bijzonder aan Menno? Wat maakt hem nou de leukste man van de wereld? Hij is heel lief voor mij. En natuurlijk voor ons zoontje. Hij heeft humor. En ja, hij is gewoon de ideale man. Nou, ja. Gauw trouwen zou ik zeggen. Ja, ja. Dat hoop ik. Ja. Jullie zijn een tijdje uit elkaar geweest. Ja, klopt. Waar lag dat aan? Toen ik 17 jaar was, toen heb ik anorexia gehad. En toen moest ik heel erg aan mezelf werken. En toen Menno moest ook tot rust komen. Het is voor Menno ook heel zwaar geweest. Ja, dan hebben mannen het zwaar te verduren, hè? Maar dankzij mijn familie en heel veel vrienden hebben mij bovenop geholpen. En Menno zag dat ik weer wat beter werd en zo zijn we weer bij elkaar gekomen. En dan word je samen heel sterk van, ja, volgens mij. Absoluut. Ja. Nou, we praten straks verder. We gaan nu eerst een spel spelen. Ja. Het home run spel. Ook voor 25 punten. Een soort thuiswedstrijd eigenlijk. Want kijk even wie er op dit moment, en dat is een verrassing voor jullie, in Marum voor jullie eigen huisdeur staat. Dat is John Williams. Nou John, jij was zeker wel blij dat je voor een spelletje van 2 minuten helemaal naar Friesland mocht, of niet? Geen probleem. Ik ben ooit uit Suriname gekomen hier toe, dus dat geen probleem. Reizen kan ik, maakt niet uit. Goed, nou, jij gaat je uiterste best doen voor Menno en Margriet en ik ga even het spel uitleggen. We hebben heel indiscreet in jullie huis rondgesnuffeld. En toen hebben we 5 dingen gevonden. Dat zijn deze dingen, alsjeblieft. Ik hoop dat jullie weten waar deze dingen zich in jullie huis bevinden toen jullie het verlieten. Want de bedoeling is dat jullie John daar naartoe leiden. Als het lukt om binnen 2 minuten 4 van deze dingen te vinden, 4 van de 5, ja, dan hebben jullie ook de eerste 25 punten binnen. Wees duidelijk in je aanwijzing, want hij kent de weg niet, hè? Nee. Zeg gewoon linksaf de gang in en naar de keuken. En neem een logische route, want 2 minuten is kort. En schreeuw niet door elkaar, want dan wordt John een man in de war. En dat willen we niet hebben. Goed. John, jij hebt de sleutel. Oké, loop eens naar de deur. En de tijd start namelijk pas als de deur open gaat. Goed, daar gaat hij. Gaat erin. Zodra die binnen is, ga jij beginnen met uitleggen waar het is. Waar beginnen we mee? De basisom. Hier. 4? Ja. De regelaarsjes? Ja. Die gaan we eerst zoeken. Oké, we zoeken eerst. Dan, oh. Ja, dit... Heb je wel de goede sleutel? Ik hoop het wel, maar ik ga het nog een keer proberen. Wacht even. Klemt de deur? Ja. Oh ja? Ja. De deur klemt, John. Een beetje. Gewoon duwen. Hup. Ja. Je kan wel een beetje inbreken. Kom op nou. Ja, zou je denken, hè? Kom in. Ja. Beetje draaien. Een beetje draaien. Menno zegt een beetje wrikken. Die sleutel. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Oké, doe de deur open. Doe hem open. En dan. Ja, ga maar naar binnen, Ga maar naar binnen. En de tijd loopt nu. Ga je rechtsaf. De kast. Ja. Nee, dan. Beneden, regelaarsjes. Regelaarsjes. Ja, de kast. Onder de tas daar. Wat voor kleur? Ja, dat is één. Ja, oké, volgende. Ga door, Door de kamer in. De kamer in. Ja. Daar heb je twee rietmanden. Daar omgooien. Nijntje boekje. Nijntjeboek, het feest van Nijntje. Ja, is goed. Ja, juist. Oké, gaan we naar de bijkeuken? Ja, is goed. Naar de bijkeuken, ja. Nu rechts. Gelijk weer om mijn hoek. Wat? Naar onderen. Naar onderen. Naar de andere kant op. Andere kant op. Ja, de gele poot. De gele poot. Ja. Zit er een sticker op? Ja, is goed. Ja. Ja. Naar de keuken. Okay. Naar de keuken. De eerste la. Ja, die la. De eerste la. Nee. Die andere la. Andere la. Ja, die ja. Basiszonnebril. Ja! Ja! Okay. Laat hem zien! Ja! Naar boven! Ja. Zijn we er al? Nee, ga door! Naar boven! Ja, ja, we zijn er al jongens! We hebben er al 4! Of niet? Ja! Toch? Ja!
Hey, dankjewel. Hebben we je voor 1 minuut naar Friesland gestuurd, John? Hey, hartstikke bedankt, je was echt goed. Ja. Tot ziens. Dankjewel, John. 4 van de 5 en jullie hadden zelfs nog 1 minuut over voor een Suske en Wiske die ook nog op het lijstje stond. Maar het is meer dan voldoende. Menno en Margriet hebben de eerste 25 punten binnen. Hartstikke goed. Misschien moet ik eens even uit gaan leggen hoe het nou zit met dat enge gevaarte daarbuiten. De champagnetoren bij Love Letters is gesneuveld en daarvoor in de plaats is een spel gekomen waarbij je op 30 meter hoogte moet proberen elkaar zo lang mogelijk vast te houden. En ik zeg het nu vast, want er is 1 manier om daaraan te ontkomen. En dat is ervoor zorgen dat je simpelweg de meeste punten hebt. En dat kan in het volgende spel. En dat spel is niet nieuw, maar wel erg leuk. Op de schermen staan 6 categorieën waaruit jullie om beurten een keuze mogen maken. Elke categorie staat voor een aantal woorden die je aan je partner duidelijk moet maken, zonder het desbetreffende woord of een deel daarvan te gebruiken. Voor ieder goed geraden woord krijg je 5 punten. Je mag 1 keer passen en je hebt telkens 45 seconden. Is het allemaal duidelijk? Ja, dan beginnen we bij Wim en Heidi. Wim, jij mag de eerste categorie kiezen. Ik kies categorie keukenprinses. De keukenprinses, ja. Waarom niet? Nou, daar gaan we. 45 seconden, alles in de keuken en de tijd loopt nu. Iets wat je gebruikt om soep op te scheppen. Soeplepel. Nee. Je gebruikt ook om sauzen. Hierin is specifiek voor de soep. Een lepel. Ja, wat voor lepel is dat? Pas. Ja. Volgende. Als je die snijdt, kan je tranen in je ogen. Ui. Hoeveel? Meervoud. Uien. Ja. Niet mokken, lekker. Mokken. Ja. Koken wij altijd mee? Doen wij het vlees in bakken? Pan. Olie. Wat voor olie? Zonnebloemolie, slaolie. Die andere. Carbonel. Nee, dat is ja. Mokkenmerk. Nee. Geen idee. Ik weet hoe heet dat? Wat voor... Bakolie. Ja. Nee. Oh. Het erge was dat dat merk wat je noemde wel degelijk olijfolie was, maar je kwam er niet op in de stress. Het geeft niet, Heidi. Straks nog een kans. Jullie hebben 10 punten en we gaan naar Jerry en Angelique. Jerry, welke categorie? Slapeloze nachten. Slapeloze nachten. Heb je dat wel eens? Heb je dat wel eens? Nee, gelukkig niet. Mooi zo. Nou, als de kinderen komen wel, en daar gaat het ook om. 45 seconden, de tijd loopt nu. Doe je bij een baby om? Luier. Goed. Geef je als je het zo houdt? Melk. Nee, wat doe je dan? Fles. Dan geef je... Dit is je... Borstvoeding. Ja, goed. Doen we samen zo. Knuffelen. En dan enkelvoud. Knuffel. Ja. Dat geef je de mensen die komen kijken naar de baby. Beschuit, mijn meisjes. Ja, ja goed. De eerste van de baby, melktand. Dat zijn de ja. Meervoud. Melktanden. Nee, klein. Melktandjes, ja, is goed. Brengt de baby's, vogel. Oh, je vaar. Goed. Zit de baby nog aan vast als het geboren wordt? Navelstreng. Ja. Spugen. Ja. Ja. Heeft de baby last van? Krampjes. Ja! Darmkrampjes horen, dus die laatste tellen we niet mee. Maar wat een goede score. 40 punten voor Angelique en Jerry. En we gaan snel naar Menno en Margriet. Menno, ik ben benieuwd. Wat wil je? Dak boven je hoofd graag. Een dak boven je hoofd. Het gaat over huizen, dat mogen duidelijk zijn. 45 seconden en de tijd loopt. Een huis van Eskimo's. Ja, Dat is ook een product, een merk. Oh, ik kan niet opkomen. Een huis van ijs. Zeg pas. Pas, ik weet het, maar pas. Ik kan niet opkomen. Een middeleeuws gebouw. Kasteel? Ja. Dat hebben wij bij de bank afgesloten voor ons huis. Testament? Ja, iets. Bij de bank. Bij de bank.
Lening. Hypotheek. Ja. Heeft gap. Boerderij. Ja. Een hoog gebouw waar een hoog gebouw. Vuurtoren. Ja, vuurtoren ook, maar we zochten een flat. 15 punten voor Menno en Margriet. En we gaan nu de andere kant retour. Dus Menno en Margriet mogen nog een keertje. Jullie mogen de volgende categorie kiezen, Menno. Van A naar B. Van A naar B. Dat heeft met vervoer te maken. Dat is wel jouw ding. 45 seconden en de tijd loopt. Zie je in Amsterdam heel veel. Niet een trein, maar een... Metro. Tram. Ja. Zit achteraan de auto. Kun je de caravan aan doen? Trailer. Nee. Met die knop. Trekhaak. Ja. Een auto met een open dak. Cabrio. Ja. Heb ik gedaan op Zandvoort? Racen. Yes. De treinen hebben heel vaak dat ze niet op tijd zijn. Vertraging. Ja, ja, heel goed. Een motor met iets ernaast heet een... Trike. Met een bakje ernaast, pas. Volgende. Jitje heeft ook een met... Step. Een driewieler. Goed gedaan hoor. In totaal hebben jullie 40 punten gescoord. Menno en Margriet, dat is uitstekend. En we gaan nu weer naar Angelique en Jerry. En Jerry, je hebt er nog twee. Welke wil je? Noem maar lustopwekkers. Ah ja, waarom niet? Ja, lustopwekkers voor die slapeloze nachten natuurlijk. 45 seconden, daar gaan we weer. Kan je koken ronde dingen die uit de kip komen? Kip legt ze, kip legt ze. Eieren. Ja. Slubber dingen die heel vies zijn, uit de schelp. Oesters. Ja. Yes. Kromme, dat een krom geel ding is een... Kan je eten? Meloen? Nee, krom geel ding. Banaan. Juist. Krijg je puistjes van? Chocola. Ja. Ja. Word je hitsig van? We zijn naar het land geweest. Griekenland? Nee, eerder van de zomer al. Spanje. Ja, en dan een beest dat vliegt. Spaans je... vlieg. Vlieg, vlieg mag je niet zeggen, dus die is fout. Oh, ja, volgende. IJs dat... Smelt? Ja, is meer fout. Smelten? Ja, ja, dat is wel goed. Als er iets klopperig is, dan is het... We zullen het ons nog lang heugen. Het is krom en geel, een meloen. Maar ja. Het was wel heel erg goed hoor. Jullie deden het uitstekend. 65 punten. En tot slot Wim en Heidi in de herkansing. We hebben nog heel kunstig. En dat gaat natuurlijk over kunst. Ik hoop dat je er verstand van hebt, Wim. Niet veel mag. Doe nou ja, best. Doe gewoon je best. 45 punten en de tijd loopt nu. Wie schilderde de nachtwacht? Rembrandt van Lijn. Ja. Zet je een schilderij op? Om te, Ezel. Ja, ezel, goed. Ga door. Als je iets voor jezelf schildert. Zelf je mag niet? Je niet zelf zeggen. Nee. Goed, oh, de ja. Volgende. Iemand bloot op de gevoelige plaats zetten. Goed zo. Naakt schilderij. Bijna. Naakt model. Nee. Je maakt pas. Volgende. Een hele bekende schilder. Tijd van Vincent van Gogh. Karel Appel. Ja, Frans schilder is het. Johannes Vermeer. Nee, Frans. Spaans. Leonardo da Vinci. Michelangelo. Ook een merk van een auto, een model. Geen idee. Oh, jammer. Ja. Jammer. Maar je ging zo goed. Later, lieve schat. Het was Picasso, maar kom er maar op. Ja, maar dat is later dan... Tuurlijk, het is na Vincent van Gogh. En hij is ook niet Frans, maar ja, in je paniek moet je wat zeggen. En dat deed hij goed. 20 punten helaas maar. We gaan even kijken wie dit spel het beste gedaan heeft. Dat zijn Angelique en Jerry met 65 punten. En als we alle punten bij elkaar optellen, dan zien we dat... Angelique en Jerry ook aan de leiding staan met 90 punten maar liefst. Zo, en nu is het echt definitief voorbij met de vrijblijvendheid. Het volgende spel gaat bepalen welke twee stellen straks op 30 meter hoogte in de touwen hangen. In de hoop de finale alsnog te redden. En welk paar dat allemaal bespaard blijft. De geheugentest.
Een echte Tour de Force, want de paren moesten alles uit hun hoofd leren over de Tour de France. De beste van de twee gaat het spelen en moet oplepen achtereenvolgens jaartal, de winnaar van de gele trui, de nationaliteit van de winnaar en de winnaar van de bolletjestrui. Beginnend bij 2004, aflopend naar 1965. Pittig testje en ik ben heel erg benieuwd wie het verste gaat komen. Per feit scoor je 1 punt. Er zijn dus maximaal 160 punten te verdienen. Wim, jullie hebben wat goed te maken, dat weet je. Doe je uiterste best, meer kun je niet doen. Fouten maken is menselijk, maar concentreer je. Heb je heel lang gestudeerd? Ja. Ja? Ja, eigenlijk wel. Ja? Onder je kussen gelegd, meegenomen naar je werk. Hoe heb je het gedaan? Allebei, ja. Onder mijn kussen liggen sliep ik het toch op, maar ze zeggen dat het helpt. Dus moet nog blijken. Ik hoop het voor je. Ik hoop het ook dus. Doe heel erg je best. Ja. Hij die zit en staat achter je. En ze houdt toch wel van je, wat je ook doet. Ja, oké. Je mag beginnen wanneer je wilt. 2004, Lance Armstrong, USA, Richard Virenque. 2003, Lance Armstrong, USA, Richard Virenque. 2002, Lance Armstrong, USA, Laurent Jalabert. 2001, Lance Armstrong, USA, Laurent Jalabert. 2000, Lance Armstrong, USA, Santiago Botero. 1999, Lance Armstrong, USA, Richard Virenque. 1998, Marco Pantani, Italië, Christophe Rinero. 1997, Jan Ulrich, Duitsland, Richard Virenque. 1996, Bjarne Ries, Denemarken, Richard Virenque. 1995, Miguel Indurain, Spanje, Richard Virenque. 1991, Miguel Indurain, Spanje, Claudio Chiappucci. 1990, Greg LeMond, USA, Thierry Claveyrollet. 1989, Greg LeMond, USA, Gert-Jan Teunissen. 1988, Pedro Delgado, Spanje, Steven Rooks. 1987, Stephen Roche, Ierland, Luis Herrera. 1976, Lucien van Impe, België, Giancarlo Bellini. 1975, Bernard Thévenin, Frankrijk, Lucien van Impe. 1974, Eddy Merckx, België, Domingo Perurena. 1973, Luis Ocana, Spanje, Pedro Torres. 1972, Eddy Merckx, uit België, Lucien van Impe. 1971, Eddy Merckx, België, Lucien van Impe. 1970, Eddy Merckx, België, Eddy Merckx. 1969, Eddy Merckx, België, Eddy Merckx. Oh. 1968, Jan Jansen, Nederland, Aurelio González. 1967, Roger Pinjon, Frankrijk, Julio Jiménez. 1966, Lucien Aymar, Frankrijk, Julio Jiménez. 1965, Feliz Gimondi, Italië, Julio Jiménez. Als Jerry dat ook kan, moet je alsnog de lucht in. Maar dat weten we niet, want één foutje en het is voorbij. We gaan kijken naar de tweede koppel. Had je iets met de Tour de France, Jerry? Of... Helemaal niet. Echt niet? Nul. Dus een heleboel namen waren totaal nieuw voor je. Ja. Vond je het lastig? Pittig. Pittig, ja, dat mag je wel zeggen. Doe gewoon je uiterste best. Probeer zo ver mogelijk te komen. Concentreer je en weet dat Angelique achter je zit. Je mag beginnen wanneer je wilt. 2004, Lance Armstrong, USA.
Richard Virank. Goed. 2003. Lance Armstrong, USA, Richard Virank. Ja. 2002. Lance Armstrong, USA, Laurent Chalabert. 2001. Lance Armstrong, USA, Laurent Chalabert. 1993. Mikel Indurain, Spanje, Tony Rominger. 1992. Mikel Indurain, Spanje. Claudio Chiappucci. Ja. ...1991. Mikel Indurain, Spanje, Claudio Chiappucci. 1990. Greg LeMond, USA, Thierry Claverola. 1989. Greg LeMond, USA, Gert-Jan Teunissen. 1988. Pedro Delgado, Spanje. Steven Rooks. 1987. Steven Roach, Ierland. Luis Herrera. 1986. Greg LeMond, USA. Bernard Hinault. 1985. Bernard Hinault, Frankrijk, Luis Herrera. 1984. Laurent Fignon, Frankrijk. Robert Miller. 1984. Stop. Jammer. Hartstikke goed gedaan. Op een gegeven moment moet je door en dan ergens weet je niet meer waar zit ik. Nou, dan moet je gaan gokken. En je was heel warm, maar het moest 1983 zijn. Maar geweldig gedaan. 84 punten voor Jerry en Angelique. En dan nu Margriet en Menno. Menno gaat het doen. En ik heb begrepen dat jij laat begonnen bent met studeren. Waarom? Ik leer het best onder druk, dus... Je hebt een goed korte termijn geheugen. Je hebt echt gestampt die laatste dagen. Ja, die laatste dagen wel. En kwam je ver? Behoorlijk. Ja. We zijn heel benieuwd, Menno. Doe je best, concentreer je, probeer rustig na te denken. Niet zomaar er wat uitflappen. Je mag beginnen als jij... vind dat het goed voelt. Is goed. 2004, Lance Armstrong, USA. Richard Virank. 2003, Lance Armstrong, USA. Richard Virank. 2002, Lance Armstrong, Laurent Jalabert. Stop. Ik vergat USA. Ik vind het verschrikkelijk om het te moeten zeggen, lieve Menno. En ik had je echt heel graag nog langer door willen laten gaan. Maar je zei Lance Armstrong, Laurent Jalabert. En daartussen had je het woordje USA moeten zeggen. En dat is heel zuur. Ik had je met liefde door laten gaan.
Maar dan krijg ik op mijn kop van de producent die zegt regels en regels. En zo is het natuurlijk ook. Jammer. 10 punten voor Menno en Margriet. Kom er even bij allemaal. Gaat het, Margriet? Ja. Ja, mooi zo. Nou, u heeft het thuis allemaal kunnen zien, maar de koppels weten zelf nog niet wie de geheugentest het beste volbracht heeft. We kijken naar de uitslag en we zien dat Angelique en Jerry met 84 punten de tweede plek hebben. En echt helemaal top, 160 punten voor Heidi en Wim. Maar is dat genoeg om de finale te halen? We gaan nu de punten bij elkaar optellen. Dan weten we welke koppel op dit moment derde, tweede en eerste is. Ben je op dit moment derde en haal je de finale alsnog, krijg je bij het laatste spel 6 familieleden. Word je tweede en haal je de finale nog, krijg je 8 familieleden. En als je nu de meeste punten hebt, sta je al in de finale en heb je 10 familieleden tot je beschikking. Niet geheel onbelangrijk dus. We tellen de punten bij elkaar op en dan weten we het. In de finale staan Heidi en Wim. Ik kan me best voorstellen als u dit gevaarte ziet dat u het niet erg romantisch vindt. Maar toch heeft dit spelletje wel een liefdestintje. De beide koppels worden straks op dit platform tot een hoogte van 30 meter gebracht. En moeten elkaar dan heel innig omarmen, omdat dat platform onder ze vandaan gaat wegzakken. In de lucht moeten ze proberen elkaar zo lang mogelijk vast te houden. En dat is zwaar, want de touwen trekken aan je als het ware. Het maakt niet uit hoe ze hangen, aan een arm, aan een been, aan een schoenveter. Zolang ze elkaar vasthouden is het goed. En als je loslaat, dan ben je af en is je Love Letters avontuur voorbij. Toch is het voor de tegenstanders die nog hangen dan wel zinvol om nog even de tanden op elkaar te bijten. Want als je het 20 seconden langer volhoudt, dan verdien je een bonus in de vorm van 1 extra familielid voor het finale spel. Vind je het eng? Ja. Weet je wel? En jij, Menno, vind je het griezelig? Kijk elkaar in de ogen. Denk er niet aan dat het hoog is. Komt een bemoedigend applaus vanuit de studio. Jullie fans en familieleden. Heel veel succes. Ik loop weg en dan gaat het platform omhoog. En daar gaan ze. Op weg naar een hoogte van 30 meter. Grappig genoeg zijn het beide heren die dit eng vinden. Nee. De meisjes lijken er minder last van te hebben. We zijn er bijna. En hoger dan dit gaan we niet. Het platform gaat nu zakken. Hou je vast. Dank u. Benen. Goed zo. Goed zo. Hou vast. Halen. Nee, dat was niet hard. Jawel, ik kan het wel doen. Benen mee vast. Kom op, lukken. Gaat het goed? Ja. Gaat het met me? Ja, bent u goed? Nee. Ja, hou je beet van die slot. Ah, dat zie je. Ze houden het alle vier nog steeds vol. Friese bemoedigende woorden van Margriet, van Menno. Ja, ik glij. Oké. Doe je arm om en nek. Hou niet meer bezig. Hou niet meer bezig. Oh! 20 seconden. Hou vast. Voor Jerry en Angelique voor de bonus. Menno en Margriet hebben helaas losgelaten. Nog 11 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan!
Angelique en Jerry met de bonus erbij. 9 familieleden gescoord. Ik kom straks bij jullie. Maar ik ga eerst Menno letterlijk opvangen. Oh. Jongen, wat ontzettend balen. Wat ging er mis? Ja. Van begin af aan had ik haar niet goed vast. Het zat niet lekker? Nee, het zat helemaal niet goed. Het deed ook pijn, zei je, ergens? Ja, die dingen op mijn lijf doen heel erg pijn. Je had gewoon geen goede houdingen? Helemaal niet. Waar is Margriet? Margriet, kom er even bij, meid. Kan ik? Of... Laat me je even troosten. Ja. Staat de bibber op je benen? Ja, wel wat. Ach, kom hier, dikke kus. Ja. Hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Niks aan te doen. Het is gewoon een krachtmeting en ergens kom je er nog even bij, Menno. Kom maar hoor. Ach, even een dikke troostkus. Ja. Het geeft niet. Ja. Weet je, je hebt het geprobeerd. Ja. En jullie zijn derde geworden. Ja. Niks aan te doen. Wij mogen een troostpleister van 1500 euro. Een cheque waar jullie lekker een reisje van kunnen gaan maken. Ja. Misschien iets gezelligs met Jitse gaan doen. Ja. En natuurlijk mag je de jurk en de pak en de ringen allemaal houden. Daar gaan wij even naar kijken. Ik weet niet of jij het wil zien, maar dan moet je maar niet naar het filmpje kijken. Want wij laten even zien hoe jullie er op jullie grote dag uitzien. Ik kan hem ook niet zien, dus dan kan ik... Dan moet je ook niet kijken. Nee. Gewoon kijk maar naar mij. Kijk alleen de mensen thuis. De mensen thuis gaan kijken en jullie niet. Ik neem afscheid van jullie. Het was hartstikke gezellig. En een applaus vanuit de studio voor Menno en Margriet. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel with you, boy, everlasting gezien. Zo belanden Angelique en Jerry toch nog in de finale met in totaal door die bonus en met henzelf erbij 11 familieleden. Heidi en Wim die stonden er al lekker sowieso al en zijn in het gelukkige bezit van 10 extra steunpilaren, dus in totaal 12 familieleden. Toch zegt dat niet zo heel veel, want één slimme oom kan maar zo 4 neven en nichten wegwerken. Als je het antwoord weet, dan snel drukken en meteen antwoord geven. Niet dan nog eens na gaan denken. Is het goed, blijf je staan, spel je een concurrent weg. En is het fout, dan moet je zelf vertrekken. Op die manier blijft er één winnaar over. En daarmee bedoel ik natuurlijk één winnend paar. En de vraag is, wie trouwt er vanavond in de eerste Love Letters met honderdduizenden getuigen op televisie? We zullen het snel zien. Piet, u bent... Vader van Jerry. De vader van Jerry, de vader van de eventuele bruidegom. Nou, wat hoop ik. En u moet het opnemen tegen Bas en dat moet familie van Wim zijn. Ja, de broer, de jongere. Jullie lijken ontzettend op elkaar. Dank je. Hier komt de vraag, veel sterkte, handen aan de knop. Wie is de componist van de onlangs verfilmde musical The Phantom of the Opera? Is dat A. Leonard Bernstein, B. Andrew Lloyd Webber of C. Cy Coleman? The Phantom of the Opera, Bas. A. Leonard Bernstein. En dat is... fout. Andrew Lloyd Webber. Antwoord B. En we hebben een gelijke stand. 11-11. Dag Henny. Hoi. Veel succes, hè? Ja hoor. Wat is de gangbare Engelse term voor het apenstaartje in een e-mailadres? A. Zeg het maar, Henny. Nu zeggen. Nu? Te laat. Te laat. Ja, het spijt me. Als je drukt, moet je echt meteen antwoord geven. Daar moeten we streng in zijn, want anders kun je drukken en denken, nou, ik ga er nog eens over nadenken. Dat geldt ook voor jou, Jorg. Wat ben jij van het bruidspaar? Ik ben een goede vriend en getuige van Heidi. Goede vriend en een getuige van Heidi. Wie weet vanavond. Doe wel je best. Piet doet helemaal niks en die speelt een en ander weg. Daar komt de vraag. Hoe staat het schilderij De Compagnie van Frans Banning Kok in de volksmond beter bekend? A. De aardappeleters. B. De nachtwacht. Of C. De lunch. C. De lunch. Jorg denkt C. De lunch. Dat is wel een heel bekend schilderij, maar het moet zijn De nachtwacht. Piet denkt, ik doe nooit meer wat. Nee. Blijf gewoon staan. Hallo, en gaat prima zo, 11-9. Hallo Wendy. Hallo. Moet een vrouw het nou weer opknappen? Ja.
doe mijn best. Ja, ik wou net zeggen, Piet is toch een goeie hoor. Hij doet niet veel, maar hij speelt ze wel weg. Hier komt de vraag. Hoe dragen de vrouwen een corsage tijdens een bruiloft volgens de etiketten? Dan moet jij zeggen, Piet. Naar beneden. Naar beneden, de steel naar beneden. Maar dan moet ik ook nog weten of het links of rechts is. Dus links. Je hebt, ja, maar je hebt te snel gedrukt. Dat mag ik niet goed rekenen. Jammer. Het goede antwoord is... Het was trouwens fout hoor, want de mannen moeten de steel naar beneden. De vrouwen hebben de steel omhoog, links. Bij mannen moet natuurlijk naar beneden. Het zou raar worden als mannen met hun steel omhoog lopen op een bruiloft. Ja. Lijkt me logisch. Het is 10-9. Er staat oma bij u. U bent de oma van... Van Jerry. De oma van Jerry. Doet u best? Doe ja, ik. U heeft zin in een bruiloftsfeestje vanavond? Ja, zeker wel. Daar gaat u. Hoe noem je de Nederlandse volksvertegenwoordiging bestaande uit de Eerste en de Tweede Kamer? Is dat A, de Staten-Generaal? B, de Raad van State? Of C, gedeputeerde staten? Wendy? B. B, de Raad van State. En dat is fout. Jammer. Staten-Generaal. Oma denkt, ik doe net als Piet. Dat ging heel goed. 10-8 inmiddels. Kom op, familieleden van Heidi en Wim. We moeten terugslaan. Welke sport beoefent Idol Maud op hoog niveau? A, tennis. B, paardrijden. Of C, hockey. Maud, die zangeres van Idols. Welke sport beoefent die? Ria en oma. Nooit naar... Hockey. Hockey. Het is goed. Sorry, Ria. Ja, het is hartstikke goed. Goed, daar hebben we Els. Hallo, Els. Hallo. Hoe heet het domme hondje in de Garfield-strips? A, Snoopy. B, Odie. Of C, Rataplan. Els. Antwoord B. Antwoord B, Odie. En dat is goed. Dag allemaal, dankjewel. Marianne, wat zie je er mooi uit. Dankjewel. Al helemaal voor het feest. Heel klaar. Moet het wel doorgaan, hè? Hopen we. Wie bent u? Ik ben de moeder van Jerry. De moeder van Jerry, ja. Ja, dan wil je wel dat ze gaan trouwen natuurlijk, hè? Ja. Hoe ziet de vlag van Zweden eruit? A, wit met een blauw kruis. B, blauw met een geel kruis. Of zeg blauw met een geel kruis. Antwoord B. En dat is... Goed. Ja, dag Els. 9-6. Hallo Joris. Wie ben jij? Collega van Wim. Een collega van Wim. En zenuwachtig. Weet je wel. Ik zie het. Die hele desk gaat heen en weer. Oh. Ontspannen Joris, want je moet goed antwoord geven. De moeder van Jerry staat tegenover je. Hoe heet de vriendin van Frans Bauer? A, Natasja. B, Mariska. Of C... Mariska. C, Mariska. Ja, jammer Joris. Jack, je zult het op moeten lossen. Of Jacques, is het Jacques? Jacques. Jacques, kom op hè. Ik doe mijn best. In welke temperatuurschaal is 0 graden het absolute nulpunt? Kelvin. Ik vind het heel knap, het is goed. Ik had nog niet eens de antwoorden opgenoemd en je wist het al. Dag Petra. Hi. Wie schreef samen met Jan Mulder het grote dicté der Nederlandse taal van 2004? A. Remco Kampert. B. Harry Mulisch. Of C. Philip Freriks. Remco Kampert. Remco Kampert. Antwoord A is correct. Wat ben jij van Wim Zak? Ik ben niets van Wim. Ik ben de teamleider op de afdeling waar Heidi werkt. Je bent zeg maar de baas van Heidi? Ja. Oké, heel goed dat je er meegenomen hebt, Heidi. En wij hebben Leo aan de andere kant. Ja. En u bent? De oom van Angelique. De oom van Angelique. De slimme oom van Angelique, hoop ik. Die 4 nichten wegspeelt. Dat zou leuk zijn, hè? 7-5 is de stand. En de vraag is, naar welke naam luistert zangeres Madonna sinds ze de Kabbala fanatiek bestudeert? A, Eva. B, Esther. Of C, Rut. Ja, ik vind het ook onzin hoor. Jacques. Rut. Rut. Antwoord C. En dat is... Fout. Ah. Esther. Jammer. Dag Wim. Dag. Nog een Wim. Vader Wim van Wim. Of de vader van Wim. Vader van Wim. Wim senior. Ja.
Nou, veel succes, Wim. Doe mijn best. Hoe heet de paarse Teletubby? A. Tinky Winky. B. Lala. Of C. Dipsy? Ik gok Dipsy. Je gokt op Dipsy. Antwoord C. En het is Tinky Winky. Antwoord A. Jammer. Joop, misschien is schokken niet altijd verstandig. Nee, ik heb het niet gehad. Je zag het aan Piet en oma. Soms kan het ook slim zijn om niet te drukken. Als je het wel weet, natuurlijk wel drukken. Dat geldt ook voor Leo. Hier komt de vraag. 3-7. Wat bestudeert een ornitoloog? A. Vogels. Vogels. En dat is... Goed, Joop. Leo. Ja, dag Boor. Met welke popster had Justin Timberlake 3 jaar lang een relatie? A. Shakira. B. Britney Spears. Of C. Christina Aguilera. Voor. C. C. Christina Aguilera. Het is fout. Jammer. Het was Britney Spears. En daar is Marijke. De volgende vraag. Wat is de Nederlandse naam van het Tiananmenplein? A. Het Rode Plein. B. Het Plein van de Hemelse Vrede. Of C, het plein van de verheven waarheid. Tiananmenplein. Is dat het rode plein? Nee. B, zegt Joop. Het plein van de hemelse vrede is... Goed. Jammer, Marijke. Spannend. 4-3. Hallo, Irene. Vindt u het eng? Beetje. De vraag is, wie won de laatste Elfstedentocht op 6 januari 1997? A. Evert van Bentum. B. Henk Angenent. Of C. Angenent. Henk Angenent is... Niet Irene. Jammer, Joop. Heidi, je moet het zelf oplossen, meid. Ja. Als je vanavond in je jurk de trap af wil, dan zul je echt nu een paar vragen goed moeten beantwoorden. Concentreer, je kunt niet meer dan je best doen. Hier is de vraag. Aan welke rivier ligt Parijs? A. De Loire. Seine. De Seine. En dat is hartstikke goed. Hallo Marijn. Les best bij de familie van Jerry en Angelique? Of... Ja, ik ga ervoor. Wie ben je? Wat ben je van? Vriendin van allebei. Een vriendin van allebei. Ja. Oké. Okay. En je moet het opnemen tegen een eventuele bruid... Dus dat is lastig, want Heidi is gemotiveerd. Dat heb ik al gemerkt. 3-2. Wie schreef het bekende Nederlandse liefdesgedicht met als eerste regel... Zie je, ik hou van je. A. Gerrit Kommerij. B. Herman Gorter. Of C. Simon Vinkenoog. B. Herman Gorter, zegt Heidi. Ken je het? Ja. Het is ook goed. Wat er ook gebeurt nu, ik vind het wel gaaf dat jullie het alle vier zo ver geschopt hebben. Dat jullie in een directe confrontatie tegenover elkaar staan. Angelique, zet hem op. Heidi, hou vol. Hier komt jullie vraag. En ook nog een echte meidenvraag. Wie speelt de rol van Bridget in de film Bridget Jones Diary? Renée Zellweger. Dat is goed. Wacht nou even, want we zijn er nog niet. Jerry staat er. En het kan maar zo gebeuren dat Jerry straks tegenover Wim komt te staan. Hoewel Heidi flink op dreef is. Misschien de laatste vraag. Welk plaatsje ten zuiden van Londen ligt op 0 graden oosterbreedte? A. Southampton. Greenwich. Laat ze maar even uitspieren. Ja.
dit was vast niet helemaal het einde wat jullie gehoopt hadden. Ik kan alleen maar zeggen, wij vonden jullie ontzettend leuk. En jij weet voor de rest van je leven alle Tour de France winnaars uit je hoofd. En veel belangrijker, je hebt haar voor de rest van je leven. Jullie krijgen natuurlijk de hele bruidsoutfit. Daar gaan we straks even naar kijken, ook naar de ringen. En van ons nog een cheque erbij, ter waarde van 3000 euro om iets leuks mee te doen. Wij nemen afscheid van Jerry en Angelique. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed gedaan. Niks aan te doen. Ik vind dit wel even wat anders dan de gabber van 6 jaar geleden. Hoe zag je eruit in die periode? Wil je het echt weten? Ja, ik wil het echt weten. Ja, om te beginnen niet. Nee, het was echt gewoon, de haar zat echt gewoon strak achterover. En dan een, het was hier aan de zijkant gewoon echt kaal geschoren. En zijn dus, trainingspak? Nee, dat mocht dat niet. Nee. Zo en toch viel ze op je, hè? Ja, blijkbaar, toch. Ja. Hoe zag zij eruit in die tijd? Ja, gewoon normaal, gewoon gekleed. Echt, ja, gewoon een spijkerbroek, leuk trui erop. Dat is meteen al een mooie meid. En wat een energiebundeltje, hoe ze de een naar de andere vraag even zo, goed had in de finale. Was je trots op haar? Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil toch even terug naar het begin van het programma. Toen hadden we dat spelletje Hoe goed ken je elkaar. En jullie waren het over een hoop dingen niet eens, maar over één ding wel. En dat is dat het belangrijkste in jullie relatie toch wel seks is. Dat vond ik toch vrij opvallend. Dat kwam er boem zo uit. Ik ben het er geheel mee eens. Ik vind het een mooi uitgangspunt voor een huwelijk ook. Maar denk je nou echt dat het er nog van komt na zo'n dag? Je bent om 5 uur opgestaan. Hele dag in de studio. Je gaat feesten tot diep in de nacht. Wordt dat nog wat, die huwelijksnacht? Voor onze weet voor jullie een vraag. Ja, vroeg het om, hè? Je hebt gelijk, hoor. Ja. Het gaat me ook geen zak aan natuurlijk. Wat ik wel wil weten is hoe jij denkt dat zij eruit ziet. Ik weet, jammer genoeg weet ik al de kleur. Ik weet dat ze rood is, maar ja, rood is... Je hebt rood in rood, hè? Is de hele jurk rood? Geen idee. Geen idee? Nee. Zullen we gewoon gaan kijken? Graag. Ga je genieten? Ja, tuurlijk. Oké, dan komt ze. Jouw Heidi. Letters. Oh, schat, je staat te huilen. Kom hier. Ja. Even tranen weg. Zo. Oh, net. Mooi is ze, hè? Echt geweldig. Prachtig, ja. Echt geweldig. En jullie zijn zo'n leuk setje zo, met dat zwart en rood en wit en je staat te stralen. Heidi, hoe vind je hem in zijn pak? Ja, helemaal geweldig. Goed, hè? Nou, geen wens is denk ik nog onvervuld, behalve misschien een mooie huwelijksreis. Interesse? Ja, hartstikke. Ja? Ja. We hebben dit jaar iets nieuws. Jullie mogen hem min of meer zelf uitkiezen. Kijk even mee. Je hebt de keuze. Jullie mogen op safari. Jullie mogen naar Mexico, een mix van cultuur en strand. Naar witte stranden. Of USA. Overleg even met elkaar, want je moet wel samen. Sorry? USA? Ja, is goed. Ja. Wat wordt het? USA! USA! Het wordt USA! We gaan kijken! Jullie honeymoon begint in de Big Apple. In deze stad is voor elk wat wils. Cultuur in Soho, shoppen op Fifth Avenue, musicals op Broadway, sightseeing in Chinatown of gewoon luieren in Central Park. Van New York vliegen jullie naar Florida, waar een auto voor jullie klaarstaat voor een rondreis door de Sunshine State.
Breng ook een bezoek aan Natuurpark de Everglades. Heel veel plezier in Amerika. New York en Florida. En omdat het leven al duur genoeg is, krijgen jullie er van de Tros nog eens 10.000 euro belastingvrij bij om lekker uit te geven daar. En onze trouwambtenaar Raymond Seré, die is ons gelukkig ook trouw gebleven dit jaar en gaat jullie zo persoonlijk als maar kan heel mooi in het huwelijk laten treden. Zeg prachtig jaar tegen elkaar en ik wens jullie vanaf deze plek alvast heel veel geluk. Ik neem even afscheid van de kijkers thuis. Blijf natuurlijk nog wel even kijken, dames en heren, naar de bekroning van deze avond. Volgende week dan zijn we er weer en we hopen natuurlijk op heel veel trouwgetuigen op de bank thuis. Bedankt voor het kijken en nog een fijne zondag. Dag! Wim Figuurs. Neem jij aan dat je wettige echtgenote, Heidi Albertus, en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Heidi Albertus. Neem jij aan dat je wettige echtgenoot, Wim Figuurs, en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Ja, heel graag. Dan verklaar ik hierbij in naam de wet dat jullie vanaf dit moment door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Gefeliciteerd en feliciteer elkaar nog. Bezoek ook onze website www.tros.nl.